Een nieuwe piepshow hebben we weer voor je klaarstaan. Met, zoals altijd, Bos, toch weer NFT's. Oh, ze zitten er weer bij, hoor, de NFT's. Het wordt erger en erger. Is die hype nog steeds niet kapot? Die hype is nog steeds niet kapot. Maar je kan, elke week werken we er een beetje aan mee. Maar we beginnen even natuurlijk. Vorige week hebben we natuurlijk uitgebreid gehad over de aankoop van... Activision. Door Microsoft. Precies. Daar is niet al te veel nieuws over naar buiten gekomen. Ik bedoel, Bobby Kotick zit er nog steeds. Hij krijgt een smackload aan geld. Mee uiteindelijk als die weggaat. Dat is ook allemaal nog niet duidelijk. Maar nu gaat men toch, en daar hadden we het de vorige keer ook over, van wat gaat Sony nu doen? Weet je wel, die zitten toch een beetje in de hoeken van de klappen vallen. Die zien Microsoft met de een en de andere grote jongen weggaan. Dat is toch concurrentie. Ze zitten toch een beetje naar elkaar te koekeloeren. En nu zie je al dat er wat analisten die zijn aan het filosoferen, aan het discussiëren, aan het speculeren. En er was de Hollywood Reporter, die had een artikel gemaakt waarin zij zeiden van nou... Ik denk dat bijvoorbeeld Sony best wel eens een publisher zou kunnen gaan kopen. Vandaag was er ook een aantal mensen die met geruchten kwamen. Dat er binnenkort dat wordt aangekondigd. Een grote partij. En waarom? Ja, nou, dat weet ik dus niet. Nou, dat wil ik nou juist met jou bespreken. Ja. Van wat is dit een... Nou, laat me dan zo. Wel ik kan overwogen, me niet... wel overwogen aankoop waar ze al... een jaar mee bezig zijn, maar, of paniek? Natuurlijk is het paniek. Want ja. Wat dit niet kan zijn, is een wedstrijdje. Wie kan de meeste publishers kopen? Ten eerste gaat Microsoft die winnen. En ten tweede, waarom zou je het doen? Want het gaat om content. Mm-hmm. Je hebt gewoon goede content nodig. Nou, als er één ding is wat Sony altijd goed heeft gedaan... en ik spreek met nadruk in de verleden tijd... is hele extreem goed geproduceerde... content op hun eigen platform maken. Ja. Dus, maar dat is altijd zo geweest. En het is een beetje de vrij. En ze zijn er ook in aan het experimenteren geweest van, weet je, met Little Big Planet en dat soort dingen. Waar een beetje. Ze hebben heel veel experimenten gehad, maar ze hebben natuurlijk ook heel veel nieuwe franchises. Allemaal van die epische singleplayer avonturen. Mm-hmm. Nou, dat heeft Sony heel veel succes gebracht. Zeker. Noem mij een onafhankelijke studio waar dat soort content gemaakt wordt die nog niet is gekocht door een grote of een koepelende publisher. Ik ken ze namelijk niet. Nee, ik denk wel dat Sony bepaalde genres niet goed vertegenwoordigd is. En heb ik het met name over sport. Ja. Waar echt, en een shooters, weet je wel. Waar grote aantallen mainstream spelers op afkomen. Nou, een van de verhalen is dan dat Sony mogelijk zou kijken. Jongens, echt ga nou niet zeggen dat ik zeg dat ze dat gaan komen. Maar ze zouden misschien kunnen kijken naar een Electronic Arts die op dit moment een market cap van 37 miljard dollar heeft. Sorry, maar het zou... Ik denk dat het groot is voor Sony. Natuurlijk, man. Ja. En voor wat, weet je? Voor die, want FIFA? Dat is... Ja, maar FIFA is we hebben daar het wel eens over gehad. FIFA is niet van EA. Weet je, FIFA is van de voetbalorganisatie FIFA. Ja. En EA heeft het gelicenseerd. En die maar deal dat zou zit helemaal niet zo lekker. Jaar, ja, maar dat zou aan het eind van het jaar dus afgelopen kunnen zijn. Ja, dat maar dan EA Sports voetbal gaat hebben. Ja, maar reden te meer voor Sony om niet dat nu te gaan kopen. Okay, laat ze eerst maar eens dat succesvol krijgen. Want de vraag is, waarom kopen mensen FIFA voor de naam FIFA? Mm-hmm. Weet je, ik bedoel, dat is wat iedereen nu in zijn geheugen gegrift heeft. Als straks Activision onder de naam FIFA een voetbalgame gaat maken, nou, dan zijn we alweer 3 jaar verder voordat iedereen doorheeft dat die voetbalgame kut is. Mm-hmm. Dus dat... Nee, ik zie dat niet zo snel gebeuren. Ik heb gewoon zoiets van, Sony moet vooral doen wat ze zelf doen. Ja. En ik ben gewoon wat dat betreft heel erg gecharmeerd van wat Nintendo aan het doen is. Die, wat die namelijk doen, dat is echt heel interessant. Die leggen bepaalde franchises die ze zelf bezitten bij externe ontwikkelaars neer. Die ontwikkelaars worden helemaal van top tot teen met een contract vastgezet. Weet je, ze mogen er geen woord over zeggen. Het is niet van hun, ze maken een game. Maar... Nintendo betaalt gewoon heel erg goed. Mm-hmm. Dus het probleem wat je vaak hebt als je je eigen titels door derde partijen laat ontwikkelen, is op een gegeven moment het geld op. Ja, deadline nadert. Die game moet af. Ja. En dan wordt het afgeraffeld en is het niet goed. En nou goed, dat zag je bij al die filmgames. Dat is eigenlijk wat daar mis mee is. Weet je, te weinig geld, te weinig tijd en dan hopen afgeraffeld. En ja, Nintendo heeft dat probleem eigenlijk opgelost. Van hoe kun je met third parties werken en toch je eigen kwaliteitsstandaard handhaven? Ja. Ja, dat is wat Sony moet doen, weet je. Ze moeten niet Square Enix of EA kopen of wie dan ook. Ja. Dat slaat echt helemaal nergens op. Nee, daar precies. Het grappige is dat dan met name in de westerse media wordt veel gesproken over EA, Ubisoft, Take-Two. Dat zijn
ja, voor hun de meest bekende. Ik denk dat EA te duur is. Ubisoft vind ik niet echt bij Sony passen. Nee. Vind ik eerder een Microsoft. Vind EA ook niet bij Sony passen? Nee. Dan heb je nog Take-Two, waarvan ik dan wel denk, bijvoorbeeld de GTA franchise is natuurlijk iets wat altijd wel heel erg gelinkt is aan de PlayStation. Ik maar wat, ook, moest dat, wat moest Take-Two kosten? Volgens mij zaten we dan wel nog onder de 20. 20 miljard ja. voor Sony. Ja, ja, goed. Misschien al wel lager. En dan heb je natuurlijk nog de Capcoms, de Namco's, de Koei's, de Tecmo's, de Konami's. Ik denk dat als dat gebeurt, dat het eerder daar gaat liggen. Maar ik ben het wel met jou eens. Ik vind het heel interessant. Wat soms ook kan gebeuren is, als hoe meer mensen het erover gaat hebben, dan zou dat zo ook maar zijn weerslag kunnen krijgen op het denkpatroon van een partij die niet helemaal sterk staat. Je kan je op een gegeven moment ook gaan inbeelden. Oké, dus als iedereen nu om me heen zegt dat we dat moeten doen, dan misschien mis ik iets, maar dan moeten we dat misschien maar gaan doen. Laten we kijken hoeveel geld we nog hebben. Ik heb nog een andere theorie gehoord over Microsoft en Activision. Mm-hmm. En dat is namelijk dat toen Activision Blizzard zei interesse te hebben in een overname. Een andere grote partij die over het algemeen direct op dat soort deals duikt. Mm-hmm. En dat zou kunnen verklaren waarom Microsoft zo snel is. Is Tencent. Ja. En in Amerika, en zeker bij die regelgevers, hangt een klein beetje een... en dat kwam na de overname van Zoom, volgens mij. En je had nog zo'n app waar je kon live streamen. Mm-hmm. En die was in Chinese handen. En toen zei heel veel data is naar China. Blink, ja. Ik ben vergeten hoe die app heet. Maar daarin zie je gewoon van... in Amerika hangt nu het denkbeeld. Wij moeten geen techbedrijven meer naar China verkopen. Nee. Nou, wat krijg je dan? Dat betekent dat misschien Microsoft wel belastingvoordelen heeft gekregen. Of misschien wel een soort garantstelling van de overheid. Weet ik veel. Op een of andere manier is daar een soort 1-2'tje met de overheid. En Tencent wordt buiten de deur gehouden. Ja. Voor Sony geldt iets totaal anders. Weet je, als straks Take-Two zegt van nou, wij zijn ook te koop. Nou, heb je kans dat er iemand bij de overheid zegt van nou, Apple, Google, Amazon of Microsoft. Stappen jullie daar eens eventjes in, weet je. En dan krijg je deze voordelen. Activision zat gewoon in een lastig vaarwater. Ik bedoel, ten eerste interne problemen, wat het ook is. Mensen lopen weg. Daarnaast, hun games kwamen daardoor niet meer uit. Oftewel financiële problemen. Dus die moesten wel. Maar Take-Two is een ander verhaal. Ubisoft is denk ik ook een ander verhaal. Ubisoft is ook niet Amerikaans. En daardoor heel andere regelgeving. Ja. Echt heel ander verhaal. Maar kun je, jij weet wat meer daarvan. Stel nou dat Sony zegt, oké, jongens, we moeten wat gaan doen. Pietje, jij doet aankopen. Check even Ubisoft Take-Two. Weet je wel, wij willen... Want dan ga je naar een hostile takeover, toch? Als je op een moment, als jij zegt van... Als Ubisoft niet zegt van, je kan me kopen... Kunnen ze dan Ubisoft toch kopen door gewoon maar genoeg aandelen over te nemen? Ja, in theorie wel. Maar het probleem wat je hebt... Kijk, je koopt nooit alle aandelen. Nee, en dan krijg je waarschijnlijk een fysieke bedrijfsvoering gewoon. Met mensen aan boord die eigenlijk helemaal niet... Maar je krijgt gewoon een oorlogssituatie tussen de directie en de raad van bestuur. En één specifieke aandeelhouder aan de andere kant. En het is de vraag als aandeelhouder of je daar wat aan hebt. Want stel je voor dat je er inderdaad in slaagt om gewoon de helft van alle aandelen te krijgen. Nou, dan heb je een padstelling. Mm-hmm. Dan zegt de directie van, wij gaan geen dividend meer uitkeren. Fuck you, weet je. En je krijgt gewoon hele vervelende situaties. Ja. En iedereen, ik bedoel, als een partij als Sony of wie dan ook zegt van, nou, ik betaal het dubbele voor een aandeel Ubisoft, dan op dat ogenblik verdubbelen de prijs van de aandelen Ubisoft direct. Ja, ja. Niemand gaat meer verkopen voor minder. Ja. Dus je zit alsnog in dezelfde onderhandelingspositie. Is natuurlijk wel het gevaarlijk, hè, dat dit soort nieuws, wat vaak uit de analistische hoek komt, ook natuurlijk gebruikt kan worden door mensen van, hey, ik roep dit even van Sony Interest in EA, want ik heb wat aandelen EA gekocht en dan zie ik dat die waarschijnlijk omhoog tuurlijk, gaat. Tuurlijk gebeurt dus het dat. Het is moeilijk om nou te zeggen of hier enige waarheid in schuilt. Wat ik ook interessant vond, is het ander verhaal van, kijk, we hebben het al de hele tijd over Sony, maar er zijn ook andere partijen. Hè? Ik bedoel, ze kwamen bijvoorbeeld met Disney. Ja. Disney is een partij die nu voor een keuze staat. Blijven we oude media of worden we nieuwe media? Oftewel, blijven we gewoon op onze filmpjes zitten of gaan we bijvoorbeeld ook iets met gaming doen? Ja. Zij hebben ook ESPN, dat is ook van hun, weet je wel. Mm-hmm. Een EA, FIFA, ESPN, al dat soort dingen.
Disney is huge, heeft geld. Disney heeft het al gedaan en het afgestoten. Ze hebben een hele game divisie hebben ze opgetuigd. Ja. En ik kan me nog herinneren dat de toenmalige CEO die zei ook van... we verdienen met Disney, weet ik veel, 10 miljard zetten we om per jaar. En die hele game divisie die doet nog geen 500 miljoen. Waarom moeten we dat hebben? Weet ze willen het niet meer in-house. Ze doen eigenlijk een beetje zoals Nintendo. Hè? Want ze hebben nu alles uitgelicenseerd. Dus bijvoorbeeld Star Wars was eerst allemaal EA. Nu mag iedereen een Star Wars game maken als die maar aan hun voor wordt gelegd. Waardoor er dus maar ze hebben geen. Maar dat is het probleem. Kijk, Nintendo is een gamemaker al 100.000 jaar. Die zegt gewoon van, dit zijn de kwaliteitseisen. Bij Disney zit echt helemaal niemand die enig idee heeft hoe videogame development werkt. Ja, dat hele ding, dat zie je steeds weer. Weet je, Amazon, oh, we gaan gaming in. Ja. Snappen het niet, lukt niet om ook maar één game te maken. Google, ja, we gaan gamen, we gaan een streaming platform. Dat wordt de grootste, bla, 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 bla. Lukt niet, geen één deal, weet je, puinzooi, niemand wil het. En dat is wat je krijgt als niet-gamebedrijven zich in dat segment beginnen te begeven. Ja. Die gaan met heel veel geld komen. Precies. En die gameondernemers hebben zoiets van, kom maar. Om vervolgens toch weer eruit gekocht te worden. Omdat het een veel te specifieke business is. Ik ben het helemaal met je eens. Maar ja, dat wil gewoon niet zeggen, kijk naar de mediawereld. Mensen kopen gewoon, lopen erachteraan, ontwikkelen het zelf niet. Maar dat is populair, kopen we dat, weet je wel. Erachter komen dat het A, een moeilijke business is en B, ze 10 jaar te laat zijn. Nou, ik weet dat Disney en Nintendo, daar ging ooit een gerucht. Ja. Kijk, dat zou heel veel sens maken. Weet je, waarom? Omdat de kwaliteit van Nintendo characters, daarvan zie je gewoon, van daar zou Disney's media, ik bedoel, er zouden Mario films gemaakt kunnen worden. Ja, kinderen vinden het fantastisch. Normen en waarden, weet je, voor family friendly. Ja. Er zit daar van alles, weet je. Dus dat zou sens maken. Maar goed, Nintendo gaf wel gelijk aan van no fucking way, weet je. Dus dat gaat niet gebeuren. En dat heb je ook. Hè. Je moet niet onderschatten. Sony is een Japans bedrijf. Net als Nintendo niet door een Amerikaans bedrijf wilde worden overgenomen. Mm-hmm. Er zit daar gewoon wat culturele... Zeker. Een wrijving is misschien een groot woord. Want die bedrijven zijn ook allemaal wel actief in mekaars landen. Maar meer gewoon het idee van een beetje wat chauvinisme. Van ja, we willen niet worden overgenomen door een Amerikaanse partij. Als Japanners. Kunnen aandeelhouders op een gegeven moment ook druk gaan uitoefenen? Naar boven toe. Van jongens, het is hartstikke leuk en aardig dit. Maar ik zie die andere partij aan de overkant, zie ik opeens allerlei shit kopen. Wat is jullie plan? Nou, ik weet het niet, man. Koop ook wat. Ja, dat gebeurt heel veel. Je hebt activistische aandeelhouders, zoals dat heet. Die doen dat vaak. En daar hoef je helemaal niet veel voor te hebben. Als je 5% van de aandelen hebt, dan heb je een stem. En dan kun je afdwingen dat je in de raad van bestuur. En het zijn over het algemeen hele lange trajecten. Kijk, als jij, weet ik veel, stel je voor dat jij 3 aandelen Sony hebt. Ik zeg maar wat, weet je. Dan heb je een keertje €500 voor betaald, whatever. En je hebt zoiets van, die gasten wat ze aan het doen zijn, het zin me niet, je bent er niet mee eens. Dan verkoop je aandelen, klaar, weet je, ben je er klaar mee. Misschien maak je wat winst, misschien niet, whatever. Maar dat is hoe je daarmee omgaat. Maar om nou proberen vanuit de aandeelhoudershoek een bedrijf te veranderen, dat is een vak apart. Ja. En er zijn absoluut partijen die het doen, maar je moet, laat ik zeggen, niet in die traditionele games. Nee. Ik neem het nog met een flinke vat zout tot nu toe. Dus, maar ja, je weet het nooit. Van Microsoft en Blizzard zagen we ook niet aankomen van Activision. We houden het in de gaten. Gaan we even naar NFT's. Ik zou het wel willen negeren, maar het gaat er alleen maar over op dit moment. En weer zeer interessant en vooral bizar interview met Nicolas Poulard. Die doet iets bij Ubisoft. Volgens mij werkt hij aan de game Quartz. En Quartz is dan weer een Ghost Recon spin-off waar NFT's in zaten. Mm-hmm. Nou, je weet het. Veel backlash, veel negativiteit. Videootje werd meteen offline gehaald. Nou, in het interview vroegen ze aan hem, ja, wat vind je er nou van? Komt dat niet? Dat komt toch best wel hard binnen. En vervolgens, en wij hebben dat tekstje even in beeld. En ik ga het gewoon even voorlezen. De vraag was wel, let's talk about making sense of it. What do you think is the big positive the gamers are missing about NFTs like digits can offer them? Nou, dan zegt hij, I think gamers don't get what the digital secondary market can bring to them. For now, because of the current situation and context of NFTs, gamers really believe it's first destroying the planet and second, just a tool for speculation. But what we at Ubisoft are seeing first is the end game. The end game is about giving players the opportunity to resell their items once they're finished with them or they're finished playing the game itself. Sorry hoor, maar wacht even. Dat is toch speculatie?
Dat is precies, hij zegt van, second, just a tool for speculation. Yeah. Maar wat wij vinden, is dat het een tool for speculation is. Yeah. So it's really, for them, it's really beneficial, but they don't get it for now. Also, this is a part of paradigm shift in gaming. Moving from one economic system to another is not easy to handle. There are a lot of habits you need to go against and a lot of your ingrained mindset you have to shift. It takes time, we know that. Nou, oftewel, jullie wat staan een gelul. Ja, wat echt, een gelul. Wat een gelul. Ja. Ik vind... hij heeft ook enorm veel backlash weer veroorzaakt. Maar goed, ga. Nou, ik, er was een tweet niet lang geleden van Sala. Mm-hmm. Van Falconeer, van de game Falconeer. En hij sloeg de spijker op zijn kop. Ik bedoel, wat dat betreft zitten we helemaal op één lijn. Hij zei, het grote probleem met de introductie van dit soort coins en tokens... Mm-hmm. Noem het NFT's, noem het iets anders, geef het beestje naam, het dondert niet. In videogames is dat op een gegeven moment je kwijtraakt... dat een game primair gespeeld wordt voor het plezier... Mm-hmm. maar primair gespeeld gaat worden voor de speculatieve kant. Namelijk het verzamelen van NFT's, coins, tokens, whatever... om weer te verkopen. Ja. En dat laatste is gewoon niet leuk... Er is een woord voor. Weet je wat dat woord is? Nee. Werken. Ah, ja, het heet werken. Ja, werken, ja. Niemand heeft zin om na zijn werk te gaan werken. Nee. Niemand heeft zin om in het weekend te gaan werken. 'S Avonds te gaan, whatever. Dat is wat je dus in die games hebt. Ja, het woord werk. En dat is gewoon... Ja, als laten we er voor het gemak van uitgaan. En ik chargeer vreselijk. Maar dat het uitvoeren van arbeid... primair gedreven wordt door het verdienen van geld. Mm-hmm. Ja, dan kun je dat ook omdraaien, weet je, dat het verdienen van geld gebeurt over het algemeen door arbeid. Uitzonderingen daar gelaten. Maar dat is wat je dus in een videogame introduceert. Niemand zit erop te wachten. Sowieso, man. Mensen die mij gaan uitleggen dat ze iets maken wat goed voor mij is, weet je wel. Houd je mond, maak gewoon games, weet je. Ik bedoel, jij snapt het niet, maar ik ben met iets bezig. Daar ga jij beter voor worden. Dan denk ik van, ja, dat zijn van die slimy YouTube-filmpjes... van influencers die jou iets lopen aan te smeren. Ik bedoel, gamers zijn wel degelijk slim. Wie weet gebeurt er iets goeds mee. Maar dit, het rammelt aan alle kanten. Omdat je niet weet wat ze uiteindelijk met die NFT's gaan doen. Want daar is meteen alweer een leuk voorbeeldje van. Overigens, ja, dat wil ik nog even zeggen. Deze week hebben ze ook Hyperscape. Dat was weer zo'n hippe game van Ubisoft. Die hebben ze weer na een jaar al gecanceld. Ja. Want dit zou het helemaal worden. Open wereld, battle royale, blablabla. En dan gooien ze weer zo'n proefballon op. En het zou helemaal vet worden. En binnen een jaar is het gewoon gecanceld, weet je wel. Dat is natuurlijk ook... Wat als ze Quartz niks meer mee doen na een jaar, omdat het niet verkoopt? Dan zit je met je NFT's. Maar dit is dat creatieve proces bij Ubisoft. Het voelt de hele tijd aan alsof je, weet ik veel, je vader mega hip gaat doen met je vrienden erbij of zoiets, weet je? Of ook naar opeens iets wil wat hij niet begrijpt. Zo voelt het, weet je? Van, het is... Omdat het allemaal net niet is. Het is net niet begrepen. Het is zo ontzettend awkward en lame. Ja. En dat zie je hierbij. Weet je, van oké, alle vinkjes worden afgekruist. Van nee, we hebben wat interessante woorden. We hebben wat cyber. We hebben wat. Ze hebben nog net niet de inclusive. Oh, toch wel eigenlijk. Ze zitten er wel in. En weet je, het moet allemaal aan die vakjes moet het allemaal voldoen. En maar een goede game maken, homaar. Het is scheid. En dat is. Jammer. Ja. Battle Royale weer, weet je wat er zijn. Ja, nog nee. 30.000 van, weet je. En dat, dat is gewoon zo jammer, man. En ze waren zo fucking origineel in hun game design. Ja, ze verzinnen zelf niks meer. Ze rennen achter shit aan met maar één dat doel. Is wat geld ik bedoel. Verdienen. Het voelt echt alsof je opa mee wil doen met, weet ik veel, naar een feestje wil gaan waar jij bent of zo. Ik bedoel... En het bewijs is weer geleverd, want ik weet nog wel, bij de release hadden ze weer alle influencers ingekocht om natuurlijk weer die shit op Twitch 2 weken hoog te krijgen. Als zoiets niet organisch groeit, namelijk gamers vinden het gewoon ontzettend leuk om te spelen en om erover te streamen, dan is het na die 2 weken weg. Ja. En dan speelt niemand het meer. En dat is hier ook bij geval weer honderden miljoenen, tientallen miljoenen weggegooid. Moet je nagaan, hoe treurig is het dat je game releases. Daar is gewoon zoveel geld aan uitgegeven. En het is gewoon
fucking vreselijk. Nou ja, ze hebben het weer gedaan met Rainbow Six Extraction. Dat is gewoon weer een soort van alien zombie shooters co-op online. Okay. Ik heb het niet gespeeld. Nee, nou ja, goed. Ook weer zoiets van, oké, het is wel leuk, maar why? Waarom? Waarom komt dit uit? Dat ze iets... Kijk, Rainbow Six is wel een succesvolle franchise. Dat zeker. Ze daar nog iets mee willen doen, oké, ala, weet je, prima. Maar niet dit. Ja, nee, maar ik bedoel dit Hyperscape. Ja. Op die naam, ja, weet je. Nee. Die is gegenereerd door zo'n Google-algoritme, ja, zodat je goed gevonden wordt, weet je. Nou, het is heel kut. Het leuke is, ik werd er ook door de community op gewezen. Er is een filmpje en ik hoop dat we hier geluid hebben in de studio. Maar jullie thuis gaan het zeker horen. Het is een filmpje en dat komt uit de presentatie van Devolver op de E3. Weet je wel, altijd die maffe shit. 2018 dit, hè? 2018. Voorzien, ja, eigenlijk hadden ze voorspellende gaven. Laat maar even dat filmpje zien. Ik weet wat het is. Thrilled to introduce you to our newest product. Loot Box Coin. Loot Box Coin is the world's first cryptocurrency that is so fucking secure, not even the owners know its actual value. Totally unregulated and absent of all civil, governmental, international, personal, or institutional liability. Loot Box Coin aims to become the global standard in meaningless wealth acquisition and questionable financial stability. Ja, ja, Loebok. Ik moet wel zeggen, dat was een reactie op 2017. Eind 2017 zag je een echte explosie, ja, van de ICO-hype. Elke game, elk ding. Eigenlijk, games waren er nog niet zo in geïnteresseerd. Maar je zag het, heel veel coin-ontwikkelaars, ja, ja, richten zich op videogame en gamers. Ja. En dat is natuurlijk allemaal dus volledig mislukt. Maar eigenlijk, ja, precies. Het is niet zozeer een NFT, maar het is wel grappig dat de richting... Maar wacht even, dat woord NFT, het betekent, ja, echt geen, nee, fucking moer echt. En dat is het treurige eraan. Het is gewoon dezelfde hype in een nieuw jasje. Het is gewoon wat je met die ICO shit ook al had. Weet, ja, je? Het is niks nieuws. Het gevaar, dat is eigenlijk ook nu steeds meer partijen ermee doen, ermee beginnen. Eigenlijk hoef je maar elke dag te kijken even op social media en dan zie je wel weer zo'n project waar dat helemaal, waar mensen dus instappen en in één keer ook weer het geld kwijt zijn. Het heette Blockverse. Ik heb er geen beeld van kunnen vinden. Het is een NFT-project binnen een Minecraft-server. Daar kon je op inkopen. 10.000 NFT's, die waren binnen 10 minuten verkocht voor $1.2 miljoen. En vervolgens is die game op zwart gegaan en was het geld weg. Uiteindelijk hebben de mensen gezegd, ja, nee, we zijn ermee bezig. Zoveel mensen, de servers waren niet goed. En toen kregen we allemaal trash via de mail. En we zijn een beetje ondergedoken. Maar het gaat weer goed komen. Ja, ja. En je geld is weg en je kunt eigenlijk ook niks. Maar het is heel simpel. Het, ja, zijn scams gemaakt door scammers. Ja. En iedereen die ze, en daarom begrijp ik ook niet dat Ubisoft zijn vingers eraan brandt. Weet, mm-hmm, je, ik bedoel, als straks iedereen genaaid is met zijn NFT's, dan komt Ubisoft nog eens een keertje langs. Weet je, en, ja, is van, oh, laten we je NFT's gaan doen. Het zijn scams gemaakt door scammers. Ja. Steek er geen geld in, want vroeger of later gaat er iemand met je geld vandoor en is je waardeloze NFT niks waard. Ja. En waardeloos NFT bedoel ik ook letterlijk. Het heeft geen waarde. Het vertegenwoordigt niks. Nee. Het is bizar. En nou, toch gaat deze man ons vertellen, meneer Poulaar, dat wij het niet snappen. Nou, misschien, ja, snappen we het niet, maar we denken dat we het wel snappen. Nee, dus, maar die man, die man is echt... Het is ook, ik vind ook, kijk, ik luister heel veel naar bitcoiners. En, ja, en niet alleen de gasten die naar grafietjes zitten te kijken en zeggen dat die morgen heel veel waard is. Maar gewoon mensen die zich bezighouden met de onderliggende waarde. Of de, mm-hmm, waarom decentralisatie belangrijk is in onze maatschappij. Dat soort shit is belangrijk, weet je. En al die gasten die snel rijk willen worden. En deze guy heeft gewoon, zijn argumenten lijken op die van iemand die snel rijk wil worden. Ja. Hij zegt het letterlijk van, ja, maar mensen begrijpen niet, zo van, we houden niet van speculatie, maar mensen begrijpen niet dat ze snel rijk kunnen worden. Ja. Omdat ze hun shit kunnen verkopen. Ja, sorry, maar de enige die snel rijk wordt is Ubisoft zelf. Want zij kunnen namelijk unlimited items aanmaken, unlimited, ja, NFT's aanmaken, die jullie straks allemaal gaan kopen. Dat is het idee. Eigenlijk gewoon ook bizar van,
jij en ik, we spelen een game. Mm. En dan halen we het einde. En dan krijgen we, als het een goede game is, ga ik even vanuit, dan hebben we daar ontzettend veel bevrediging uit. Ik heb fucking gewoon gehaald, weet je. Ja, maar je hebt, omdat je het hebt gespeeld. Maar dat je dan voor denkt plezier. Van, precies. Stel je voor maar dat waarom die... moet dan in hemelsnaam de meerwaarde zijn? En nu kan ik het ook nog verkopen. Nou, wat, nee, maar je kan bijvoorbeeld, weet ik veel, je hebt aan het einde, je hebt de game uitgespeeld, je krijgt een heel vet wapen, dat wapen zou je kunnen verkopen. Nou, dat idee. Leuk, ja. Leuk. Maar in ja. no time gaat het om het verkopen van het wapen en niet precies. meer om het... Met andere woorden, in no time gaat het niet meer om de kwaliteit van de game, maar om wat je erin kunt vrijspelen, wat je kunt verkopen. Is die game niet meer dus leuk. Krijg je allemaal scheidgames. Ja. En dat willen die uitgevers, want die maken het nu al. Hyperscape ja. is een goed voorbeeld van een game die veel geld gekost heeft en geen moer fucking moer doet. Ja. Dan hebben ze iets van, laten we er dan maar heel veel NFT's tegenaan gooien, want wie weet dat mensen dan nog Hyperscape willen spelen. Maar goed, het is een hele treurige cirkelredenering. Het doet ook wat met je perceptie van waarom je game speelt, inderdaad. Dan inderdaad, ja. Het wordt gewoon werken. En dat is eigenlijk niet wat ik wil. Ja. Eindigen we even met... we hebben het niet zo heel vaak over Nintendo. Doen veel dingen goed, maar ook zij... zij zitten er natuurlijk ook uiteindelijk om geld te verdienen. Dit is wel grappig. Het is een plaatje waar het gaat over Animal Crossing New Horizons. Mm-hmm. Even kijken of we het plaatje te zien gaan krijgen. Daar komt hij. Animal Crossing Switch Global Launch Date was 20 maart 2020. Er kwam nog één update uit en het is nu gewoon offline gehaald. Althans, de online ondersteuning is weg. Nou, 595, ja. Dat is anderhalf jaar. Animal Crossing Pocket Champ. Dat is een mobile game. Die is in 2017 uitgekomen. Vandaag is er nog een grote update gekomen. En de support gaat nog steeds door. En waarom? Daar kunnen MT's in gekocht worden. En dat soort ellende. Okay. Daar zie je natuurlijk ook weer, Animal Crossing is een product. Je verkoopt het. Daarna kun je er niet zo heel veel meer mee. Mensen spelen het gewoon omdat ze het leuk vinden om te blijven bouwen. Je kan er oneindig in blijven bouwen. Maar op een gegeven moment denkt dan waarschijnlijk toch de manager van... wat verdienen we er nu nog aan? Oh, nou, dat is niet zoveel meer. Laten we eerlijk zijn, op een gegeven moment is het toch klaar. Ik bedoel, de game ligt nog steeds full price in de winkel. Dus het is niet alsof Nintendo het niet meer support. Er komen gewoon geen updates meer uit. Nee, maar... Ik weet niet, ik ken een hoop mensen, ik bedoel, die dit de religie voor is, weet je wel, die dat zouden willen. Nee, maar misschien is het ook de hoogste tijd dat Nintendo anders naar dit soort franchises gaat kijken en zo en het meer gaat benaderen. Dit is een service game. Mm-hmm. Dit voelt als iets wat je moet blijven onderhouden en waar mensen geld in abonnementsvorm voor zouden betalen, bij wijze van spreken. Nou, Nintendo doet dat nog niet. Nintendo loopt achter dat soort ontwikkelingen aan, heel erg. Zouden ze daar ook, bij wijze van spreken, externe partijen, dat je bijvoorbeeld zegt van, ik verkoop je deze game, het is gemaakt, ik verkoop de licentie zodat jij die updates kan blijven doen en een deel van de inkomsten... Nee, Nintendo niet. Zeker niet van de games die ze zo specifiek zelf gemaakt hebben. Maar ik denk dat het niet ondenkbaar is dat op een gegeven moment dit soort games wel als een soort service game uitkomen, ook voor de Switch. Het is toch de hardcore gamers die zoiets hebben van, ja, maar weet je, bedoel, die mobile shit, dat spelen allemaal mainstream, random gasten en dat blijven jullie ondersteunen, omdat je er extra geld mee kan maar blijven. Maar dat is wel door een derde partij gemaakt. En die derde partij verdient er geld aan. Dat is net als met hoe heet die Pokémon virtual Pokémon shit. Ja, Pokémon ik vind Ball. Anderhalf jaar ook wel snel. Ja. Ik vind toch dat je wel 2-3 jaar iets moet ondersteunen. Maar goed, ik wie ben ik? In ieder geval, we hebben het vaak bij andere partijen gezien. Met de Xbox en de Sony. Nintendo doet dat helaas dan ook. Goed, volgende week ongetwijfeld weer NFT's. Maar misschien ook weer niet. In een nieuwe editie van de Piepshow.